We staan nu op een struinpaadje. We kijken nu eigenlijk tegen een hele mooie helling aan die nog in volle bloei staat. Met heel veel soorten planten en een wilde in dit gebied. Dit is de Westzaander Polder en dat was vroeger hier één gebied met boerderijen en koeien en al dat soort zaken meer. En dat is nu gewijzigd in een industriële omgeving. Dus het overleg is toen gestart met Zaanstad en daaruit konden wij natuurlijk, die gebouwen konden wij niet veranderen. Maar we konden dus wel een inbreng geven om een groenplan dus te maken. We wilden meer groen hebben om eigenlijk die lelijke gebouwen te kunnen camoufleren. Ja, de pareltjes liggen vooral aan het Noordzeekanaal. En ik vind ook een pareltje langs een dijk die gebouwd is voor het bedrijventerrein. Tussen die dijk en de weg in ligt een pad. En als je dan zo tegen die dijk opkijkt, die echt heel hoog is, lijkt het net alsof je in Limburg zit. Kijk, je komt hier met de fiets, kom je aan. Die bank is ook uitnodigend en daar wordt ook veel gebruik van gemaakt. Maar ik vind het altijd zeer de moeite waard en al de boten die er langskomen. Dus ja, dat vind ik wel erg aantrekkelijk. Ja. Ja, we zijn tevreden. Ja, tevreden over het groenplan. Ja, zeker. Ja. Ik denk dat iedereen die hier woont en werkt ervan kan profiteren. Nou, moet je luisteren. Er zijn natuurlijk dagelijks zijn er allerlei plannen. Daar is dan heel veel discussie over. Maar het is wel zo, laat je stem nou horen. Je kan dus altijd wel wat voor elkaar krijgen.